Maar Dijsda, na de tweede overwinning bij Excelsior, gefeliciteerd. Wat een wedstrijd. Ja, inderdaad. Volgens mij is dit wel echt een bekeravondje geweest op deze manier. Dus ja, heerlijk. Ja. Ik weet even niet wat ik van moet zeggen. Ik ben heel blij gewoon. Hoe was het in het veld? Vanaf de zijlijn zeg je, nou, het strijdplan klopte, maar dan schiet je zelf twee keer in de voet. Ja, ik denk dat u dat, dat correct zegt. Dat was best redelijk. Alleen, we kregen niet echt heel veel druk in het begin, hoor. We konden het ophouden en ze kwamen er af en toe wel door zonder misschien echt hele grote kansen, maar wel mogelijkheden te creëren. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond wel dat we ons in de wedstrijd knokten. En eigenlijk op het moment dat je dat gevoel hebt, krijg je een penalty tegen. En dan zeg je tegen elkaar gewoon zo doorgaan. Want nogmaals, wat ik zei, voetballend was het wel redelijk. En dan krijg je opeens nog een goal om je oren. En toch moet je blijven doorgaan en moet je bij elkaar blijven. En dat hebben we wel gedaan. En ik vond ook nog verderop in de eerste helft richting de rust, eerlijk gezegd. Dat we ook verdedigend steeds beter erin kwamen. En ook ballen eerder op het veld gingen veroveren. En dan is zo'n penalty heel lekker vlak voor rust. Ja, je zegt we, maar met name ook jij. Hè? Je groeide ook echt in het duel. Ja, in het begin was het gewoon moeilijk. Ze hadden veel jongens, veel beweging in de ploeg met buitenspelers die naar binnen komen. Daardoor was hun middenveld gewoon heel goed bezet. En dan krijg je moeilijk druk op de bal. En dan kom je ook niet in de duels. En dat hebben we uiteindelijk wel weten te presteren om wel die duels aan te gaan. En ik heb er ook nog wat kunnen winnen en de rest ook. Dus dat is fantastisch. En dan zie je ook dat we best goed kunnen voetballen daarnaast. Wij hebben natuurlijk allemaal een beetje lachend gedaan de afgelopen weken. Zo van, Excelsior gooit alle voorsprongen weg in de blessuretijd. NEC wint alles in de blessuretijd. Wordt gewoon 3-2 in de blessuretijd. Ja, 1-1 is 2, zeggen ze dan wel eens, hè? Ja, soms is voetbal heel mooi. Ja, zoals avonden als vandaag is voetbal heel leuk. 3-2 overwinning op Excelsior. Ja, wat een wedstrijd. Ja, wel een wedstrijd zoals we een beetje verwacht hadden. Twee voetballende ploegen tegenover elkaar. En door het scorenverloop is het natuurlijk weer een aparte wedstrijd geworden. Hè, want we komen 2-0 achter. En dat vond ik wel onnodig op dat moment. Omdat wij... twee doelpunten toch weer onnodig weggeven, twee situaties. Ik vond wel dat we de beter voetballende ploeg waren, ook al in de eerste helft. En dat we terecht op 1-2 kwamen. Het was een goed moment met die penalty veroorzaakt tegen Ole. Ik heb in de rust ook benoemd, Excelsior heeft natuurlijk al een aantal keer een voorsprong verspeeld. Misschien gaat het in de kopjes zitten en probeer daarvan te profiteren door te blijven voetballen. Door kansen te creëren en door er geloof in te houden. En dat hebben we gedaan en uiteindelijk is dat beloond. Een strijdplan klopt, hè? Want je kwam steeds beter in de wedstrijd in de eerste helft. Hoe erg baal je dan dat die doelpunten dan zo vallen? Ja, die kwamen uit het niets eigenlijk, hè? Allebei vond ik. En de strafschop mag natuurlijk daar in die hoek nooit gebeuren. Ik heb het niet teruggezien, maar of dat het dan wel of niet een penalty is. Ja, het is gewoon onnodig. Ja, dan kom je gewoon onnodig op achterstand. En wij hebben wel het vermogen om daar rustig onder te blijven, om te blijven voetballen en te geloven in een resultaat. En uiteindelijk moet je dan wel weer die achterstand goed maken natuurlijk. Maar dat zat er wel in door het voetballen te spelen. Ja, ik had ook een beetje het idee dat jongens als Sturing en Romani even tijd nodig hadden om te wennen aan de wedstrijd. Ja, maar goed, dat is nogal wat. Kijk, dat zijn jongens die wat minder gespeeld hebben, wel bij de belofte en het daar ook goed doen. En wij zijn ook niet bang om die jongens op te stellen. Vooraf krijg je natuurlijk heel veel vragen van, wat ga je doen met de opstelling? Ja, we hebben gezegd, we willen fitte spelers op het veld hebben. En die willen we ook vrijdag op het veld hebben. En dus we hebben bepaalde keuzes gemaakt. En je ziet vandaag dat we eigenlijk niet zoveel terugvallen. Dat betekent dat het allemaal heel kort bij elkaar zit. En dat is alleen maar een goed teken. En voor jullie informatie, als je die groep met elkaar bezig ziet, dan wordt elkaar dat ook wel gegund en hebben we geloof in elkaar. En dat is wel iets moois wat bij deze groep past. En dan breng je Dachimie en Sebak. Er kwam wel een lading bravoure het veld in de PSV. Kijk, de afspraak was vooraf braken en Asjebar omwisselen in de rust. Okita zou geen hele spelen, maar wel zo lang mogelijk. En hetzelfde gold voor Tom Overtoom. Ja, we hebben vastgehouden aan die afspraken. Hè. Dat was misschien ook op dat moment nog 2-1 achter en moest het nog 2-2 worden. Ja, en dat is ook de kracht. En die twee jongens, dat zijn twee voetballers.
zijn goede voetballers, zijn talenten, die soms geduld moeten hebben. Maar ja, vandaag hebben ze in ieder geval kunnen laten zien wat ze waard zijn. Je zijn allemaal diep moeten gaan vanavond voor deze overwinning, de mooie overwinning. Maar ik denk dat de euforie van de winst zwaarder telt na aanstaande vrijdag. Ja, absoluut. Kijk, als jij bij een eredivisieclub wint en Excelsior, dat is echt een goed voetballende ploeg. We hebben al hun wedstrijden gezien. Ja, dan denk ik dat je jezelf wel even op de borst mag kloppen vandaag. En dat mag vanavond. En morgenochtend gaan wij het vizier alweer richten op Go Ahead. Want ja, dat is weer gewoon een krachtmeting voor ons, maar ook voor Go Ahead. En ja, daar staat volgens mij de koppositie op het spel. Dus een hele mooie wedstrijd.